Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action shoplog voor jullie. Ik ben namelijk naar de Action geweest en dit keer was het eigenlijk onverwachts. Normaal als ik naar de Action ga, dan plan ik het. Maar dit keer was het onverwachts en dat was eigenlijk ook wel heel erg leuk. Het verschil is wel dat als ik normaal naar de Action ga en ik plan het, dan heb ik eigenlijk een lijstje met spullen die ik weer nodig heb. Dat had ik nu dus niet. Maar ik liep al wel een tijdje in mijn hoofd rond van nou, als ik weer een keer bij de Action kom, wil ik even kijken naar dit en naar dit. Dus op zich heb ik wel weer een aantal leuke dingetjes gescoord bij de Action. En die ga ik jullie laten zien. De prijzen van de producten zal ik eventjes in het beeld neerzetten. En ja, mocht jij benieuwd zijn naar de spulletjes die ik heb gekocht bij de Action, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin dan ook gewoon maar even met een basic item wat je al heel vaak in mijn video's voorbij hebt zien komen. En dat is houtvezel voor mijn konijn. Altijd als ik bij de Action kom, koop ik dit omdat het een fijne prijs heeft bij de Action. En het is ook gewoon hele fijne houtvezel. En ja, het konijn heeft gewoon één keer in de twee weken of om de week een schone kooi nodig. En ja, ik was nu bij de Action, dus ik dacht ik neem gewoon hier even de houtvezel mee. Dan een nog vrij basic item en dat zijn kledinghangers. Ik merkte dat mijn kledinghangers weer een beetje opraakten. Ik kon niet al mijn kleren meer in de kast hangen. Dus toen dacht ik, goh, als ik weer een keer bij de Action kom, moet ik even kledinghangers halen. Het zijn gewoon basic kledinghangers. Ze zijn gewoon van plastic, basic zwart. Maar deze heb ik altijd. Je kunt, hoe noem je dit? De hanger zelf kun je meedraaien. Dus dat is op zich wel handig. Het zijn 10 kledinghangers. En ja, ik vind deze heel fijn, dus dikke prima, basic zwart, ik hou ervan. Dan heb ik een dish drying mat, oftewel gewoon een matje die je onder je afwas kan zetten. Ik gebruik dit dan eigenlijk altijd standaard onder mijn afdruiprek. Als je je afwas op je afdruiprek zet en je hebt er niks onder, dan word je hele aardig heel erg nat. En dan kan het wel eens zijn dat je afdruiprek gaat glijden. Althans, die van mij die heeft daar echt een handje van om dat te gaan doen. En ik had er altijd al zo'n matje onder, maar die van mij die was zo oud en die was zo vies. Dat ik dacht, nou, eigenlijk is het gewoon een keer tijd voor het nieuwe. Ja, en als je dan een nieuw matje uit mag zoeken van jezelf, dan kies je uiteraard voor roze als je daarvan houdt. Het fijne is aan deze matjes, en nou krijg ik dat zo even 1, 2, 3 niet open. Hier zit gewoon eigenlijk ook een soort van, ja, het lijkt wel badstof. En er zit ook een knoopje aan, dus je kunt hem ook dicht klikken, zodat je hem makkelijk kunt opruimen. Ja, ik ben blij met mijn nieuwe roze afdruipmatje. Dan heb ik ook weer zo'n setje met posters gekocht. Die heb je in een eerdere shoplog ook al een keertje kunnen zien. Maar ik zag deze. En hier zat ook een paar quotes in die heel erg goed bij de slaapkamer pasten. En ik vond dit zo leuk. Ik zal ze er even uithalen. Zodat ik jullie ook even duidelijk kan laten zien wat erop staat. Een aantal shoplogs geleden heb ik ook al eens een keer 2 van deze pakken gekocht. Ik heb nu gewoon 1 pak gekocht. Er zitten 17 posters in, maar ik vind het zo leuk. Ik heb helaas nog geen lijstjes. Binnenkort ga ik naar IKEA, dus dan kan ik ook even kijken of ze daar lijstjes hebben. Even kijken hoor. Begin ik nu maar eventjes met de grote posters. Dit zijn de A4 formaatjes. Dat is deze, Sun Scent Love, met roze. Hey, hoe blij maak je mij? Roze. Ja, dan heb je, ik kan niet zo goed thuisbrengen wat dit is. Volgens mij is het zo'n dier. Dan hebben we All You Need Is Love. Blauwe tekst, ook wel leuk, ja. Of ik dit ophang, dat weet ik dan niet. Met al die love teksten. Maar goed, dat geeft niet. Welcome to our Trish. Deze. En deze die vond ik super leuk voor in de slaapkamer. Dat is Sleepless Dream More. Dus deze komt sowieso in de slaapkamer. Dus dat waren de A4 formaatjes. Dan moet ik even uitzoeken. Oh ja, dan ga ik nu naar de 13x18 formaatjes. Dat is een droomvanger. Dat is ook heel leuk in de slaapkamer natuurlijk. Heb ik weer zo'n
bijzonder beestje. Deze vind ik echt heel mooi. You are stronger than you think. Deze gaat zeker een mooi plaatsje krijgen. Oh, het is nog niet waar. Your vibe attracts your tribe. Oké. Deze. Make things happen. En een soort doodshoofd met bloemen. Dan heb ik nog de 10x15 formaatjes. Do it your way. Ik weet niet zo goed wat dit is. Een soort bloemetjes. Nee, balletjes lijken het wel. Weer zo'n bijzonder hoofdje. Life is better with friends. Een dromenvanger. Nog een keertje, een kleintje. En ja, nog zo'n hoofd. Dus dit waren alle postertjes. Ik vind echt dat er hele leuke in zitten. Je kunt ze achterop uiteraard ook gewoon altijd al kijken in de winkel. Van wat zit erin? Zit er iets bij wat ik leuk vind? Maar ja, ik vind dit... Dus er zaten gewoon echt een aantal bij die me echt aanspraken. Ik heb nu gelijk een heel goed idee. Maar dat laat ik dan wel eventjes in de vlog zien als ik dat ga doen. Dan een item die ik dus heel graag wilde hebben. En dat is een prullenbak. Ik wilde een prullenbakje voor boven. Omdat ik gewoon boven merk dat als ik spul heb wat weg moet, dat ik het dan altijd mee naar beneden moet nemen. En als ik hier gewoon een zakje in doe, dan kan ik dat zakje gewoon makkelijker mee naar beneden nemen. Omdat ik de spulletjes los moet meenemen. Ik heb een zwarte gekozen. Bij de Actionwerk was dat je keuze uit een zwarte en uit een grijze. En ja, ik ben voor de zwarte gegaan, omdat ik ook van ditzelfde materiaal een zwart pennenbakje heb. Dus ik vond zwart gewoon leuk. En zwart trekt mij meer aan dan grijs met dit soort producten. Dus hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan heb ik even een bodylotion gekocht. Die van mij die schoot alweer op. En ik ben eigenlijk wat bodylotions betreft best wel een beetje merk gericht, zeg maar. Ik koop namelijk altijd Dove. En ik heb nu de Pampering Body Lotion gekozen. Hier zit chia butter in en vanille. En het is voor een dry skin. En dat is deze. Dit is een grote fles. Er zit 400 ml in. Ik ga hem ruiken. Hij ruikt gewoon eigenlijk een beetje naar chocola. En zo eentje had ik ook. Maar ik weet niet of dit dezelfde is die ik nu heb. Die vind ik ook heel fijn. Maar deze rook op zich ook prima. En ik vind het gewoon heel erg fijn om mezelf in te smeren met body lotion. En ik ben ook wel blij dat ik nu een hele grote fles heb. Ze hadden ook nu niet de kleine varianten. Maar die grote flessen zijn gewoon fijn. En als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld de lokale drogisterij, is dit zoveel goedkoper bij de Action als dat je het daar koopt. Dus ja, eventjes een nieuwe body lotion. Toen ik er was, hadden ze de Red Bull in de aanbieding. Dus ik heb een pakje met twee Red Bull blikjes gekocht. Ik ben dol op energy drankjes. Ik hou van energy, ik hou van Red Bull. Red Bull is gewoon eigenlijk de lekkerste energy drank die er is. Het is normaal best wel een dure energy drank. Vooral als je hem vergelijkt met de goedkopere blikjes. Maar nu hadden ze dit dubbelpakje voor zo'n laag prijsje dat ik dacht, ik ga dit gewoon een keertje meenemen. Ik ga mezelf een keer verwennen met echte Red Bull. Dan heb ik eventjes een nieuw kabeltje gekocht voor mijn telefoon. Het kabeltje wat ik had, die was alweer kapot. Dat kabeltje kwam bij Kruidvat vandaan. Daar heb ik echt heel kort mee gedaan, maar die had het begeven. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon een keer weer een kabeltje van de Action proberen. Ik weet officieel, ik heb een iPhone, dat Apple gewoon het beste werkt met ook echte Apple producten. Dus ook met een originele opladers, maar die opladers zijn gewoon best wel duur. Dus ik dacht, ik ga er gewoon weer eentje proberen van de Action. Deze is geschikt voor de iPhone 5, 6, 7, 8 en de iPhone X. Ook voor de iPad mini 1, 2, 3 en 4. De iPad Pro en de Air 1 en 2. En de iPod 5 en 7. Dus ik denk dat die ook gewoon op mijn nieuwe iPad past. Deze is 2,5 meter. En dat vind ik heel fijn, dat die lekker lang is.
Ik ga gewoon kijken of die werkt. Weet je, de kabeltjes bij de Action zijn niet heel erg duur. Dus ja, mocht het dan niet werken, ja, dan is het heel erg jammer. Maar dan heb ik het in ieder geval weer geprobeerd. En ik ben voor een roze gegaan, omdat ik die gewoon heel erg leuk vond uitzien. Dan heb ik ook nog even een douchefris gekocht van Dolf. Dit is een douchefris die ik echt al jaren gebruik, die ik lekker blijf vinden. Dit is de Cucumber & Green Tea. Dat is de groene variant. En deze vind ik altijd heel erg lekker om te gebruiken. Ik vind het lekker om af te wisselen hoor, met douchegel. Maar deze vind ik wel heel erg lekker. Ik had er nog wel, ik heb er gewoon nu nog geen aangebroken, maar ik dacht, nou ja, weet je, nu ben ik bij de Action, laat ik er eentje meenemen, omdat ik het fijn vind om een backup te hebben staan. Dus dan heb ik gewoon weer een backup en het is een hele basic, ik ken de geur. Hij is zo lekker fris, hij is echt heel erg lekker fris. Het is vooral ook heel erg lekker zomersluchtje, maar in de winter vind ik hem ook prima. Dus ja, eventjes weer deze Dolf douchefris. En uiteraard moest ik ook weer even langs het make-up schap toen ik bij de Action was. Want ik had al gezien dat er toch weer een aantal nieuwe producten waren toegevoegd. En er is mij ook gevraagd of ik nog een first impression video wil opnemen met nieuwe producten van de Action. En die video ga ik ook zeker nog maken. Maar toen zag ik nog weer nieuwe producten en toen dacht ik, goh, het is wel handig om daar misschien ook bij te gaan gebruiken. Allereerst heb ik een Duo Contour Stick. Ik heb deze in de 171 Dark 10. En het is een contour en highlight stick. Oh ja, nu zie ik het. Jullie kunnen het niet zo heel goed zien, maar er zit dus inderdaad een contour gedeelte en een highlight gedeelte in. Hij zou makkelijk te blenden zijn voor een natural look. En ja, ik was gewoon benieuwd. Dus deze Duo Contour Stick van Max & More. Dan heb ik ook een eyebrow gel. Dat had ik nog nooit gezien bij de Action. En eyebrow gel is natuurlijk gewoon heel erg fijn om je wenkbrauw te zetten. Je had ook gekleurde, maar je had ook transparante. Nou, transparante heb ik eigenlijk best wel een aantal van in mijn stash. En die gebruik ik gewoon te weinig. Dus ik ben voor een kleur gegaan. Ik heb de 224 Dark Brown gekozen. Deze kleuren passen gewoon het beste bij mijn wenkbrauwen. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat dit gaat doen. Je hoeft hier op zich, hoef je hier ook niet meer mee te shapen. Omdat die kleur afgeeft, kun je hem eigenlijk ook gewoon gelijk inkleuren. Dus ik ben benieuwd of hij dat ook daadwerkelijk gaat doen. Dan heb ik highlighter drops gekocht. En dit zag ik ook nieuw. En dit zijn gewoon highlighter in een vloeibare verpakking. Ik ben voor de 131 Bronze Goodness gegaan. En het is gewoon zo'n flesje. Hier zitten dus gewoon, hier zit highlighter in. Dat kun je dan mooi inblenden. En ik dacht, het is ook wel extra leuk om hem nog te gebruiken in de video. Omdat ik niet echt een highlighter had. Jij had deze in verschillende kleuren overigens. Dan heb ik een setje met nagellak meegenomen. Dit vond ik er heel schattig uitzien. Ik ben voor de Floranista gegaan. Dit is weer van Miki. Het zijn vier leuke kleurtjes. Dit zijn wel een beetje zomerkleurtjes, moet ik zeggen. Maar wel leuk om gewoon eens te testen. En ze zitten gewoon met z'n vieren in één huls. Dus dat is ook nog wel super handig. En over het algemeen ben ik best wel tevreden over de producten van het merk Miki. Dus ik was wel benieuwd. Deze had ik ook al een tijdje voorbij zien komen. En elke keer als ik bij de Action was, kwam ik ze niet tegen. Dus nu heb ik die gekocht. En dan het allerlaatste product. Dat is het Really Truly Gorgeous Eyes Eyeshadow Palette. Dat ziet er zo uit. Hier zitten 9 oogschaduwkleurtjes in. En er zitten ook 2 applicatortjes bij. Ik ga hem even dicht laten zitten. Want hij zit goed dicht gesield, gelukkig. Maar het is eigenlijk... Of gaat hij gewoon heel makkelijk open? Nee, hij gaat niet makkelijk open. Ik ga gewoon even kleurtjes op de achterkant laten zien. Deze kleurtjes zitten erin. En ze zien er echt wel heel erg mooi uit. Er lag toevallig 1 paletje open. Toen heb ik er even ingekeken. En die kleurtjes spraken me heel erg aan. Sowieso komt hier een uitgebreide review van op mijn blog. Dus dan zal ik hem even uitgebreid laten zien. Maar als ik hem nu ga openmaken, dan krijg ik hem niet zo makkelijk meer dicht. En dan ben ik bang dat ik misschien de oogschaduw al beschadig. Maar ik vind de verpakking sowieso in ieder geval al super leuk.
Dan waren dit alle producten die ik weer bij de Action heb gekocht. Ik ben blij met mijn aankoop. Dus ik ben ook blij dat ik het in gebruik kan nemen. Ik ben ook blij dat ik een aantal nuttige aankopen heb gedaan. Want dat vind ik altijd wel fijn. En ik ben ook wel blij dat ik nu eindelijk mijn telefoonkabeltje in gebruik kan nemen als hij het doet. Want ik heb echt puur gewacht tot deze shoplog erop stond met alles openmaken en zo. Dus daar ben ik heel blij om. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik heb gekocht. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En vond je deze video nou leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!